Daar zijn we onderweg. Ik in de ene auto, in de Subaru, met de kat. En Casper zit voor mij in de auto met de beiden. En nou, we hebben vanochtend de oplevering gehad van het huis. En alles was goed, de inspectie. We hebben daarna nog eventjes ons uitgeschreven bij de gemeente. En gaat het daar? Oké, poging 2. Werd even onderbroken. Casper en ik hebben een walkie-talkie app geïnstalleerd. Zodat we elkaar even snel wat kunnen zeggen als er bijvoorbeeld een pauze nodig is. Dus die onderbrak ons eventjes. Ik was aan het vertellen dat we de oplevering hadden gehad. Alles was in orde. En daarna nog even uitzwaaimomentje van een paar vrienden. Met een paar kinderen. Dat waren natuurlijk een paar traantjes waard voor mij in ieder geval. Toen hadden we ons vervolgens uitgeschreven bij de gemeente. Dat was ik aan het vertellen. Uitgeschreven bij de gemeente. En even de laatste dingen bij de notaris. Even de handtekening voor de volmacht gedaan. Zo, even een brutale automobilist. Die denkt ik duimen ertussen. En vervolgens zijn we nog even als afsluiting wezen lunchen bij onze buren. Ex-buren op dit moment natuurlijk. Heel gezellig, heel lief. Lianne had lekkere dingetjes geregeld. Ook nog wat voor onderweg. En nou, de meiden hadden nog een heel leuk cadeautje van Richelle gehad. Een knuffelbeer met een t-shirt aan met allemaal leuke fotootjes. En ja, nou, we zijn nu onderweg. We zijn nu net een uurtje onderweg. We zijn natuurlijk richting de boot. Travemünde gaan we de boot op. We hebben ruim de tijd ingeschat voor deze route. Want nou ja, ik heb de kat achterin zitten en de kat had het al voor elkaar gekregen om in de eerste half uur dat we in de auto zaten, toen we nog even langs de gemeente en al dat soort dingen moesten, om niet op de kattenbak te gaan plassen, maar door de tralies van de bench heen, precies in een bak met gereedschap. Nou, gelukkig zat er niet zo hele belangrijke dure gereedschap in, dus die hebben we allemaal bij de buren achtergelaten met toestemming. Die zouden voor ons even die hele bak in één keer weggooien. Want die geur, dat krijg je niet uit. Ik was wel blij dat het vooral in de bak was gelopen. En niet over de hele onderkant van de auto. Dus ik hoop dat hij dat nou niet meer doet. Want we hebben nu de kattenbak even opengemaakt. Dus geen klep meer op de kattenbak. Dus ik hoop, fingers crossed, dat hij de volgende plasje netjes op de bak doet. Maar ja, we zullen zien. Ik ga weer even hangen, want het is even wat drukker hier. Nou, deel 3. Drukpunt Groningen zijn we voorbij nu. Straks moeten we nog langs het allerdrukste punt Hamburg. Voor de rest valt het als het goed is allemaal wel mee. Ja, ik had denk ik net alles wel gezegd. Zo ongeveer van wat er vandaag is gebeurd. Oké, even een heel kort filmpje. Natuurlijk kon het nog meer misgaan. Wat is er zojuist gebeurd? De uitlaat van de demperuitlaatdeel van de Subaru is afgebroken. Die hebben we net bij een tankstation er helemaal maar onderuit geschopt, want hij was bijna los. Maar wat een herrie! Help! En nu nog even eten. We hebben net ons eten op. Meiden gaan nog even daar spelen. En dan gaan we het laatste stukje, zodat we weer op de boot zijn. Doei, tot vlogs!